ja, ik mag gaan crewen bij Edka Vermeulen. En dat is wel een van de gezelligste teams hier. Met een zweefvliegtuig. En ja, gaat nu dus voor het Technische Orient Express. De luchtballon in de vorm van die prachtige mooie locomotief hadden we hier willen zien. Helaas, dat gaat hem niet worden. Maar ongetwijfeld hebben we op 2 september dan wel volgend jaar weer de mogelijkheid om dan te kijken naar die mega grote Orient Express wanneer die hier in ons midden zal zijn. En heb je toch een veldje, hè? Ja, dan sta ik. Ja, altijd. Het lantaarnballet, wat de Belgische boerenvaders zeggen. Het neerzetten van deze luchtballonnen die dan in de vorm van grote lampionnen. Bij de ballon van CTT Intermodaal Transport gaan we hier even naar een wit autootje lopen. En dan zien we hier, we hebben het al even genoemd, drones zijn hier niet toegestaan met die verstanden dat deze drone wel hier mag gaan vliegen. En bij mij staat Ton. Ton, en jij mag hier wel gaan vliegen met jouw drone. Jazeker, ik heb toestemming van de organisatie. 50.000 euro. Want je maakt video-opnames, maar ook foto's. Ja, ook dagelijks. Ton, dankjewel. En ik zoek degene die mij schrijft: www.cct Intermodaal Transport. En Tim Engbersen zal mogelijk zo dadelijk als eerst op gaan stijgen. Een stap in de luchtballon van Tim Engbersen. En wanneer hij staat, dan zal Tim Engbersen zo dadelijk een onvaccineel applaus voor ons. Talrijke publiek natuurlijk. Het lukt. En begeleid hem met een enorm applaus. We zwaaien met z'n allen natuurlijk naar Tim Engbersen. Op komst vanuit Old Marsum. Meter kun je windrichting hebben, die gaat in noordelijke richting. Door de rondje laag in de lucht en waar die de opgeleid is, daar gaat dat volgende rond. Ik ben gewoon en zo'n mandje, ja, daar sta je dan met z'n allen in. En wat zie je dan nog meer? Dat is nog herkenbaar voor de radio en voor het overige achtergrondopname slinger. Zien we in de middenruimte de rol van deze wijk die vanaf wat op gaat kijken. De rol van Rosa staat met Marjan van Jan die de mond van de hele luchtballon overhoudt. Dat zou je zeggen, de mond van de hete luchtballon. Nou, de mond van de hete luchtballon is de grote opening waar de lucht doorheen geblazen wordt. En we zien het daar heel mooi bij de ballon van de PA Appelon. Dan zien we de dames die dit warm wordt op 120, 125 graden Celsius. Deze luchtballon varen, ja, het is zo mooi, het is geweldig. Maar ja, na de hoop, de hoop dat we afgelopen donderdag zouden kunnen varen, maar dat is niet gelukt. Maar als we donderdag gevaren hadden, dan hadden we ook een aantal passagiers hadden we gewoon teleur op moeten stellen. En ja, we noemen het al even, verwarmting is een doelpomp. En dan moet je het ook zullen de passagiers vandaag wel hebben. Die passagiers zullen vanavond ook daadwerkelijk het heen gaan varen. Die halen dus zo dadelijk op weer aan de kroonlijn. Dat kunnen we straks ook gaan zien bij de ballon van Garfield. We zien het ook bij de ballon, we hebben het zojuist gezien bij de ballon van Appel. Je kunt je voorstellen dat het enorm gevaarlijk is. Wanneer je niet in daar tegenaan, of je niet daar tegenaan, dat is het mooi te zien. De ballon van Appel, dan kun je meer de lucht voor. Dan heb je met wat plagere weersomstandigheden. Wellicht een van de meest spectaculaire momenten wat je in leven mee kunt maken. Het opstijgen in een hete luchtballon. Je ziet dan die aarde kleiner worden. Je ziet dan onze glimzelf kleiner worden. En vervolgens voel je je zo vrij als een vogel. We kijken naar de ballon van Ambrosa. En Ambrosa zal van ons vanavond goed op de plant gaan krijgen. We merken dat de crewleden en de helpers hangen aan het mandje. Die
zorgen ervoor dat het mandje niet alle kanten uitgaat. Want de mand en de luchtballon natuurlijk keurig bevestigd aan de auto. En de quick release, dat is de laatste bevestiging die de piloot van een enig moment los gaat gooien. De quick release, en dan zal ook Ab Rosa hierop gaan stijgen in de ballon van Ab. De prachtige mooie ballon van Ab van Ab Rosa. En hij krijgt natuurlijk nu ook het applaus. Deze Ab Rosa, zojuist opgestegen vanaf dit terrein. Geweldig dat we hem hier op die stijgen bezwaaien met z'n allen. We applaudisseren met z'n allen naar Ab Rosa, afkomstig uit het mooie Raamsdonk. En hij is ook zo'n ervaren ballonvader. In het jaar 1988 zijn brevet gehaald. En in zijn dagelijks leven is hij fysiotherapeut. En vandaag dus opgestegen in de ballon van Ab. Hij heeft overigens ook nog een... We staan nu nog met z'n allen hier rondom dit terrein. En dat betekent ook, dames en heren, jongens en meisjes, dat we hier straks naar huis gaan. We uiteraard ontzettend hebben genoten. En dat betekent dus ook dat we gaan met z'n allen zo hard als mogelijk applaudisseren voor de organisatie van het tevreden vastgebouw Ballonnenfestival hier in Arnhem. Jullie en ons grote applaus. Daar kan veel houden. Jongens en meisjes en de papa's en de mama's en de opa's. De opbouw uit Harderijs, de geomeneerd Harderijs, de kenners die ze zeven doen in Nederland. Natuurlijk zijn we blij met de wildkamptechnieken. Natuurlijk ook blij met de kernigste groep van de kerk naar die 3 kilometer. Dat is dus de hoogste hoogte. Dat is de hoogste hoogte ooit in een mandje. Nee, dat was een aluminium capsule waar hij in zat. Hij heeft de hoogte weten te halen. Die is die Vivian gezet. En vanavond dus de echte. Wat wij kunnen gaan aftellen. Want de Belgische vlom in de vorm van die hele grote smurf. Die zal voornamelijk hier de lucht gaan kiezen. Of hij zal nog een mooie vaart gaan maken. Met de passagiers start gemaakt wordt. Dan lijkt de auto en de volgende nog vervlogen wordt. En anders zal dat niet meer gaan gebeuren. Nou ja, dan kunnen we uiteraard ook met z'n allen naar de feestend. De lift gaat komen. En dan is het bijna zo ver. De passagiers, ik heb echt daadwerkelijk ballon gevaren. Ze schrikken over een klein beetje van de
dan William van der Velde, Smurf. Jelle Beusen, van direct hebben we daar bal geworden. Maar ze zal niet meer gaan varen. En dan, dames en heren, is dit dus nog niet de laatste. Waarom zou ik het niet meenemen?